doen. Dus we gaan lekker beginnen en je neemt je voeten even heupbreedte. En je rolt langzaam je kin naar je borst en dan helemaal door naar beneden. Knieën niet op slot, ontspannen in je armen, ontspannen in je gezicht. En als je dan lekker uitgehangen bent, dan pak je misschien je ellebogen beet, wieg je een beetje heen en weer. Of je laat je armen lekker los. Sluit misschien heel even je ogen. Grond door je hele voet, binnen buitenzijde van je voet, kleiner naar je grote teen, een beetje naar je hiel. En dan breng je langzaam de beweging in het midden tot stilstand. Inademen met even je handen naar je schenen of je vingertoppen op de grond. Mooie lange rechte rug, kijk iets op. En uitademen, het verzag je langzaam weer iets door naar beneden. Laat je hoofd lekker hangen. Inademen, het lift rustig iets op. Zoek je lengte, zoek je ruimte. En uitademen, het vouw langzaam weer door naar voren. Laatste keer, inademen, het lift op. En uitademen, het vouw rustig helemaal door naar voren. En dan rol je wervel voor wervel omhoog. Knieën nog steeds zacht gebogen. Stapel de wervels in je rug. Neem je schouders, groot je schouder omhoog. Ga naar achter, buig je benen en zwaai je armen langs je oren. Of kijk iets op. Breng boven je hoofd je handen samen en eindig met handen en kin naar je borst. Inademend, buig je benen, zwaai je armen langs je oren. Of kijk iets op. En uitademend, langzaam weer terug, handen en kin naar je borst. Laatste keer, inademend, buig en lift. En eindig terug met handen en kin naar je borst. Neem je hoofd rustig terug naar neutraal. Neem je armen even langs je, schud je armen even los. Schud je benen even los. En dan draai je even om je as. Even ontspannen in je schouders. Knieën nog steeds van het slot. Misschien kijk je iets mee naar links of naar rechts over je schouder. Groei mooi lang alvast door de wervels in je rug en in je nek. En dan breng je langzaam de beweging in het midden tot stilstand. En dan draai je op je gemakje richting de spiegel, richting de bar. En dan plaats je je handen mooi. Met je vingers naar de spiegel wijzend, duim er ook bij. Stap je naar achter in een hoek van 90 graden. En dan verleng je mooi de wervels in je rug en nek, maar ook je flanken. Stuur je je kruin naar de spiegel. Niet hangend met je hoofd naar beneden richting de grond. Hou je oren een beetje langs je bovenarmen en nog steeds die knieën zachtjes gebogen. Op een inademing rol je dan naar je tenen, keer naar je borst. Neem je hoofd tussen je armen door. Kijk iets op richting het plafond of de rand van de spiegel. En uitademend helemaal door naar achter. Lengte over de wervels in je rug, in je nek. Inademend, rol naar je tenen. Buig je benen, keer naar je borst. Ronde rug, mooi omhoog. Kijk iets op. En uitademend, schouders blijven zacht. Hou lengte over armen en benen. Als laatste hielen weer terug in de grond. Laatste keer, inademend, rol naar je tenen. Keer naar je borst, langzaam iets op. Kijk iets op. En uitademend, hoofd terug naar neutraal. Stap je rustig richting de bar. En dan laat je je voeten mooi landen en dan wijzen je hielen mooi achter je tenen richting de spiegel. Ontspannen je armen en draai je voeten tegen elkaar. Hielen blijven mooi aan elkaar. Draai bovenbenen naar elkaar, kuiten naar elkaar. Handen blijven mooi ontspannen. En vanuit daar lift je rustig omhoog naar de top van je tenen, boven van je voet. Blijf mooi voor je uitkijken en langzaam laat je je hielen weer landen. Lift mooi op, blijf zacht in je schouders. Hou handen ontspannen en laat je hielen weer landen. Lift iets op en laat rustig weer landen. Lift iets op. En dat was de laatste. Langzaam laat je hielen rustig landen. Dan gaan we iets sneller. Lift, laag. Lift, laag. Iedere keer laat je die hielen rustig tegen elkaar komen. En dan laat je ze rustig landen terug in de grond. Blijf mooi zacht in je schouders. Groei mooi lang. Kruin mooi op richting het plafond. Blijf mooi liften en terug landen. Met je hele gewicht over je hele voet. In de buitenzijde van je voet. Ondertussen breken ze boven de poel af. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Vanuit laag. Lift langzaam omhoog. Mini bounce op de top van je tenen of de bal van je voet. Groei nog steeds mooi lang. Blijf mooi zacht in je schouders. Stuur je kruin nog steeds mooi op. Blijf ontspannen in je armen. Mooi hoog op die top van je tenen. Een beetje ruimte tussen je hielen. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. En vanuit daar gaan we ietsje sneller. Laat je hielen rustig landen en lift gelijk weer weg. Dus land, lift. Land, lift. En een iets sneller in je tempo ligt de focus mooi op omhoog en naar buiten. Kuiten mooi naar elkaar gedraaid, binnen bovenzijde van je benen mooi naar elkaar gedraaid. Blijf nog steeds mooi lang groeien. Hou die core goed actief. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Laat je hielen rustig landen en plié in het midden. Voeten blijven mooi uitgedraaid. Mooi lang recht terug. Kanten het bekken. Langzaam naar beneden en lift weer iets op. Langzaam naar beneden en lift weer eens op. Blijf mooi lang groeien. Blijf het bekken mooi kanten. Nog vier. Grond door je hele voet. Drie.
Nog twee. En de laatste. Dan gaan we voor een plié combi. Dus je buigt je benen, je rolt naar je tenen, je lift en terug land. Laag, buig en rol, lift en land. En dan blijf je die beweging iedere keer mooi groot maken. Dus stuur je kruin steeds mooi op. Blijf mooi landen met je gewicht mooi in het midden. En dit was de laatste langzaam. En dan gaan we ietsje sneller. Buig, rol, lift, laag. Buig, rol, lift, laag. En dan blijf je nog steeds mooi ontspannen in die schouders. Blijf jezelf mooi aankijken. Dus keer niet naar de borst. Of iets omhoog richting het plafond. En laatste. 4. En 3. En 2. En dit was de laatste. Helemaal door omhoog draaien je tenen naar voren. Vanuit hier lift je hielen, gaan je knieën naar de spiegel. Zonder dat je heupen zakken naar beneden. Dus je lift wel je hielen, maar je heupen en je schouders blijven mooi op die lijn. Dus niet naar beneden hangend in je beweging, door je benen zakkend. Lift je hielen, breng je knieën naar de spiegel. Stuur je kraan nog steeds mooi op, hou je core goed actief. Rol over je hele voet. Naar de top van je tenen, de bal van je voet, weer terug naar beneden. Op omhoog en terug naar beneden. Blijf mooi afwikkelen, zonder dat je gaat hangen aan de bar. Zonder dat je enkels misschien alle kanten op gaan. Hou die hielen mooi in lijn achter je tenen. 4. En 3. En 2. Laatste, dan hou je knieën mooi naar de spiegel. Kleine bounce, core goed actief, navel iets naar binnen. Nog steeds mooi hoog op de top van je tenen. Stuur je kruin mooi op, kijk nog steeds mooi voor je uit. Groei mooi lang, lang door alle wervels in je rug. En dan blijven we hier nog voor 4, voor 3, voor 2. En de laatste, rechterbeen wordt je standbeen, blijf in je bounce. En dan gaan we uitstappen met links naar de John Travolta. Links gaat eerst naar voor, opzij. En achter en zij. En voor. Links zij, eens achter en opzij. Terug naar voor en zij. En achter en opzij. Ik kan er wel een liedje van maken. 4. En 3. En 2. En de laatste. En dan wisselen we gelijk door. Vanuit die bounce. Core goed actief. Gaan we beginnen met rechts. Rechts voor en zij. En achter en zij. En voor en zij. En weer achter en opzij. Blijf die mini-bounce houden in dat linkerbeen. Linkerknie mooi naar de spiegel. Linkerknie mooi hoog gelift. Hou die core goed actief. Blijf mooi wegstappen. Iedere keer via zij naast. En de laatste. Beide voeten terug naast elkaar. Mooie lange rechte rug. Zak even iets naar beneden. Hou hem heel even in een freeze. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Helemaal door omhoog. Laat je hielen rustig landen. En vanuit hier. Lift op hoog en terug. En hoog en terug. Knieën alleen maar weer naar die spiegel. Hielen liften vanuit de grond. Rol je naar de top van je teen. Nog 4. Nog 3. Nog 2. De laatste. En dan blijf je mooi lang groeien. En dan blijf je even hier. En dan langzaam kom je naar beneden. Maar je blijft mooi hoog op die top van je tenen. Niet hangend aan je armen. Schouders blijven mooi zacht. Gaan we naar een chair. Knieën bij elkaar. Geeft een klein beetje meer support aan je bovenbenen. En vanuit die chair gaan we door in de beweging. Lift je op omhoog. Kruin op. En langzaam land je weer terug naar beneden. En dan maak je alsof een grote zwaai. Eigenlijk een beetje meer naar achter. Zonder dat je te veel gaat hangen aan je armen. Zonder dat je een holle rug maakt. Of een bolle rug naar achter. Hou je core goed actief. En haal je de kracht om te liften. Echt uit je benen en uit je core. Blijf mooi hoog op de top van je tenen. Blijf mooi landen met je rechterrug naar beneden. En je kruin mooi op. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. En vanuit daar strek je helemaal op. Laat je hielen rustig landen. En dan lift je je rechterhiel, je linkerhiel. En dan wissel je even door. Even uit, even in de ontspanning. En dan blijf je mooi voor je uitkijken. Blijf je mooi zacht in je schouders. Rol en wikkel helemaal af over je hele voet. En 4. En 3. En 2. En de laatste. Gaan we naar de lunges. Rechtervoet blijft voor. Iets dichter bij de bar. Linkervoet gaat naar achter. Buig rechterknie mooi in lijn met je enkel. Linkerknie wijst mooi naar beneden. Linkerhiel wijst mooi omhoog. Handen op de bar. Dan blijf je iets dichter bij de bar. Handen naar je heup of naar je rechterbovenbeen. Kleine bounce. Linkerknie naar beneden. Stapel de wervels in je rug. Blijf mooi zacht in je schouders. En blijf mooi gronden in die rechtervoet.
Rechterknie niet voorbij die rechter enkel. Stapel de wervels in je rug. Trek je navel iets naar binnen. Blijf mooi zacht in die schouders. Stuur je kruin mooi op. Rustige bounce naar beneden. En voelt het goed? Dan neem je langzaam die rechterhiel omhoog uit de grond. Kom je langzaam een beetje meer naar die rechtertenen. En dan blijf je mooi bouncen in dat linkerbeen. Handen ontspannen op de bar. Of één hand op de bar en één hand naar je heup. Of misschien één naar je bovenbeen. Grond langzaam door in die rechtervoet. Blijf mooi laag en stap links voor naast rechts. Tik aan en naar achter. Tik aan en naar achter. Tik aan en naar achter. Mooi krachtig in dat rechterbeen. Goed gegrond in rechtervoet. Kruin mooi op, zacht in je schouders. Stap mooi weg en weer bij. Stap mooi weg en weer bij. 4. En 3. En 2. Laatste. Links gaat terug naast rechts. Grond eerst je beide voeten. Lift dan je hielen. Hou je voeten mooi naast elkaar. Knieën mooi naar de spiegel. Gaan we knieën zijwaarts uit. Uit, sluit voor. Uit, sluit voor. Nog steeds zacht in je schouders. Niet helemaal hangend aan je armen. Stuur je kruin mooi op. Adem rustig in en langzaam uit. Liefst door je neus. Anders in door je neus. En weer uit door je mond. En 4. En 3. En 2. Laatste. Beide voeten weer naast elkaar. Knieën weer naast elkaar. Laat je hielen weer rustig landen. En dan rol je heel even uit. Gaan we door naar de andere kant. Blijf nog steeds mooi lang. Ook als je uitrolt. Blijf mooi ontspannen in je schouders, in je gezicht. Breng de beweging tot stilstand. Grond je linkervoet. Rechterbeen gaat naar achter. Linkervoet weer iets dichter naar de spiegel. Rechterknie wijst weer naar beneden. Rechterknie omhoog. Handen weer ontspannen op de bar. Of naar je heup. Of naar je bovenbeen. Kleine baas. Naar beneden. Rechterknie naar beneden. Rechterhiel wijst mooi omhoog. Hou hem mooi actief. Stapel nog steeds de wervels in je rug, in je nek. Groei mooi lang. Omhoog. En blijf mooi krachtig in die linkervoet. En dan is het weer een optie om misschien te liften in die linkerhiel. En als dat niet goed voelt, mag je hem altijd weer teruggronden. Mooi, stapel de wervels nog steeds mooi in je rug. Hou die core nog steeds goed actief. Mini bounce naar beneden. En dan grond je helemaal in die linkervoet. En dan gaat straks die rechtervoet terug naast links. Dus tip hem aan, stap weer weg. Tip weer aan, stap weer weg. En dan blijft dat rechterbeen in die hoek van 90 graden. Dus die heel blijft mooi omhoog wijzen. Stap hem achter, kom weer bij. Stap hem achter, kom weer bij. Blijf nog steeds mooi zacht in de schouders. Niet te veel hangen aan die bar. En 4. En 3. En 2. Mooi. Laatste. Rechts terug. En lift weer langzaam die wielen. Kom weer terug in die chair. En vanuit hier gaan we eerst even in de actie. Dus we liften helemaal op. Maak je lang. En land weer rustig terug naar beneden. Nog 2 keer. Rustig aan. Laatste keer langzaam naar beneden en weer terug omhoog. En dan gaan we sneller. Laag en op. En laag en op. En denk erbij als je omhoog komt dat je je knieën niet helemaal op het slot staat. En trek jezelf niet omhoog naar de spiegel toe. Maar zorg ervoor dat je dat gewicht mooi in het midden houdt. En dat echt die beweging en die kracht uit die benen en uit die core komt. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Laatste. En vanuit hoog gaan we langzaam naar laag. Hou hem even statisch. Denk aan die schouders. Hou die core goed actief. Kom misschien nog iets lager. En dan gaan je knieën 3 keer zijwaarts uit. En die 4e tel sluiten ze voor. Uit, 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 sluit 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 voor. Blijf lang maken. Hou die core nog steeds goed actief. Blijf rustig in- en uitademen. 4. En 3. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik voel ze. En de laatste. En vanuit daar strek helemaal even op en laat rustig die hielen landen. En rol er even uit. En 4. En 3. En 2. En de laatste. Beide hielen gaan rustig weer terug in de grond. Vanuit daar schuif je je hielen tegen elkaar. Lift en schuif rechts iets verder weg bij links. Beetje ruimte tussen je hielen, ongeveer een voetlengte. Buig je knieën, nog een beetje meer ruimte. Kantel je rustig het bekken iets naar de spiegel. En terug. En dan blijf je mooi laag in die benen. En mooi hoog op je tenen.
Blijf mooi verlengen. Je kruin nog steeds iets op. En een grote kanteling in het bekken. Rustig naar voor en langzaam weer naar achter. 4. En 3. En 2. Laatste. En dan hou je hem mooi stil in het midden. En dan ga je bouncen naar beneden. Knieën schuin over die tenen uit. Mooie lange rechte rug. Kruin mooi op. Maak die bounce. Iets dieper naar beneden als er ruimte is. Hou die core goed actief. Blijf mooi zacht in je schouders. Bar is er voor de balans. Dus de kracht haal je nog steeds uit die benen, uit die core. En 4. En 3. En 2. Laatste. Strek helemaal weer op. En vanuit daar schuif je je beide hielen tegen elkaar. Plié in het midden, maar nu met je hielen gelift. Dus buig en lift. En buig en lift. En als je lift, dan span je je billen iets meer aan. Navel nog steeds goed naar binnen. Core nog steeds goed actief. Lengte over de wervels in je rug. Lange rechte rug naar beneden. Hou die hielen mooi bij elkaar. Blijf mooi gronden naar de top van je tenen of de bal van je voet. Lift je kruin mooi op. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Laatste. En dan hou je mooi je hielen bij elkaar. Neem je handen even uit de bar. Maak je even lang. Stuur je kruin mooi op. En dan blijf je even mooi in het midden. Zacht in je schouders. Verleen. Geen horrorrug. Zacht in je gezicht. En vanuit daar leng je je handen weer rustig terug naar de bar. Laat je je hielen rustig landen. Draai je tenen naar voor. En dan haal je rechterbeen je standbeen. Draai je je rechterheup naar de spiegel toe. Je hielen mooi tegen elkaar. Klein handje misschien bij de bar vandaan, zodat je rechterhand of je onderarm een beetje meer kan rusten op de bar. En dan stuur je je kruinschuin bij je vandaan en je linkerbeen bij je vandaan richting de bank. Neem je linkerarm langs je oorhoofd, blijf mooi zacht in je rechter schouder. En dan verleng je alleen maar eerst even door dat linkerbeen omhoog te tikken. Voelt het beter, dan neem je een beetje meer ruimte bij de bar vandaan. En anders, mooi zijwaarts uit met dat hele linkerbeen. Een linkerarm langs je oor, lang, zonder dat die schouder te veel naar je oor gaat. Rechtertenen wijzen een beetje naar de spiegel, voelt dat niet goed en draaien ze iets meer richting de deur. Nog 4, nog 3, nog 2 en de laatste. Dan breng je linkerhand richting je linkervoet en dan hou je even verlengen en dan gaat je linkerhand weer langs je oor hoog en dan gaat je voet naar de grond. Dus kik hem op en weer terug, kik hem op en weer terug, kik hem op en weer terug. Mooi, blijf hem mooi lang maken. Richting de spiegel. Blijf hem mooi bij je vandaan sturen. Niet te veel hangen in die rechter schouder. Goed grondend vanuit het rechterbeen. Rechterbeen blijf je standbeen. Blijf actief bij je vandaan sturen. En 4. En 3. En 2. Laatste. Hou je linkerarm en je linkerbeen mooi bij je vandaan. Stuur ze bij je vandaan. En kleine rondjes draaiend met je linkervoet. Pointje je voet. Misschien een beetje naar de deur. En dan kijk je of voor je uit. Laat je je hoofd niet hangen richting je schouder. Hou hem mooi actief. Draai ook even de andere kant op. Je hielen een beetje naar achter. En dan breng je je linkerarm weer langs je oor hoog. En dan buig je je linkerknie richting de spiegel. En dan breng je je linker elleboog even naar je knie. En dan verleng je ze weer bij elkaar vandaan. En dan maak je je niet klein door een beetje naar je knie te kijken. Maar je blijft mooi zijwaarts kijken. En nog steeds zacht. In die rechter schouder. Stuur bij je vandaan. Maak hem actief. Blijf goed gronden in rechterbeen. Sla rechterknie niet op slot. Nog 4. Mooi. En 3. En 2. Laatste. En dan stap je weg in een squat. Laat je linkervoet landen. Draai je hielen onder je knieën. Draai je tenen mooi naar buiten. Schouders mooi zacht. Beginnen we eerst met die buik. Mooie lange rechte rug. Core goed actief. Terug in je bounce. Kijk even in de spiegel of je mooi rechtop staat. Dus geen holle rug, binnen meer naar achter. Kantelen mooi onder je. Knieën mooi in lijn met je hielen. Zacht in je schouders. Laatste 4. Laatste 3. Blijf mooi voor je uitkijken. En de laatste. En vanuit die squat gaan we weer terug afronden richting een lunge. Dus je rechterhand gaat weer naar de bar. Dan begin je met een squat. Je lift je linkerhiel, draai je linkerknie richting de grond. Kijk voor je uit. En opent weer zijwaarts terug in een squat. Maak groot. Draai naar de spiegel. Open zijwaarts in een squat. En dan blijf die rechtervoet een beetje meer naar de spiegel staan. Mooi terug. Landend in die squat. Mooie lange rechte rug.
Kijk je jezelf nog steeds iets meer aan, iets meer zijwaarts. Of misschien volg je wel die linkerhand. Land mooi in die squat met die rechterrug naar beneden. Gewicht over beide voeten. Open mooi zijwaarts en weer terug. Nog vier. Nog drie. Nog twee. Laatste. En dan eindigen we met het gezicht naar de spiegel. Rechterknie blijft mooi gebogen in lijn met je enkel. Linkerknie lift je rustig op naar de spiegel. En dan stap je met een korte squat weg naar achter. En laat je hem net die grond niet aanraken. Lift hem omhoog naar de spiegel. Blijf mooi zacht in die schouders. Denk aan je voorste been. Mooi, lift hem mooi op. Nog vier. Nog drie. Nog twee. De beweging komt uit koor en uit been. Niet zozeer om mee te draaien met je heup. Hou linkerknie mooi hoog. En lift hem omhoog richting de spiegel. Blijf mooi zacht in die schouders. Niet te veel hangend, geen ronde rug. Dus hou die koor goed actief. Hou dat rechterstandbeen mooi actief. En hou je handen ontspannen op de bar. Of één op de bar en één bij je heup. Blijf hem liften. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Linkerknie gaat rustig terug naast rechts. Bij de bovenzijde van je benen blijf je zien in de spiegel. Stuur je linkerbeen gelijk bij je vandaan en breng hem ernaast. Linkervoet blijft mooi geflext. Linkerhiel blijft mooi in lijn met je knie. Dus je voet valt niet naar beneden richting de spiegel. En dan zweeft hij net iets boven de grond. Je houdt hem mooi hoog. Actief stuur bij je vandaan zonder dat je te veel hangt naar die rechterkant. Blijf mooi verlengen. Maak je mooi lang. Nog vier. Nog drie. Nog twee. Laatste. En dan neem je je hele linkerknie even naar voren. Linkerhand bij je knie. Hand blijft bij de bar of je sluit je rechter erbij aan. En dan verleng. Draai even een rondje met je linkervoet. Laat je je linkervoet rustig teruglanden in de grond. En gaat je rechter enkel even op je linkerbeen. En als een blokje gaan je heupen dan iets meer naar achter. Hang je iets meer uit. Ken een beetje naar je borst. Nog vier, drie, twee en de laatste keer naar je borst. Rol rustig terug omhoog. Beide voeten weer even naast elkaar. En al uit rollend gaan we helemaal door naar de andere kant. Voeten mooi tegen elkaar aan. Hielen mooi gesloten. Als het minder goed voelt, voel je dan zeker vrij om je tenen weer iets meer naar elkaar toe te sluiten. En dan die linker onderarm weer iets meer ontspannen. Linker schouder blijft mooi zacht. En dan lift je dat rechterbeen en dan gaat je rechterarm weer langs je oor hoog, maar zonder dat je hem helemaal langs je oor plakt. En dan eerst weer die kleine kickbeweging omhoog. Linkerbeen is wel je standbeen, maar je slaat hem niet op slot. Stuur in lijn vanuit je heup bij je vandaan. Hou die koor goed actief. Vanuit daar stuur je niet alleen dat hele rechterbeen bij je vandaan weg, maar je stuurt ook kracht naar beneden door dat linkerbeen. Hou die koor goed actief. Blijf hem zachtjes opkicken in dat rechterbeen. En vier. En drie. En twee. En de laatste. En dan gaat je hele rechterarm in lijn met je schouder bij je vandaan. En vanuit even statisch ga je dan verlengen. Rechterarm gaat omhoog, rechtertenen in de grond. En lift je rechterbeen en kijk of je met je voet je hand aan kan raken. En met je hand je voet. Oh ja. Oh, maak je lang. Nog steeds naar die spiegel toe. Blijf verlengen. Blijf mooi zacht in die schouders. En kick op. Stuur bij je vandaan. Maak je lang en groei nog langer. Niet hangend in die linkerschouder. Geen spanning in je nek. Blijf mooi zacht in je gezicht. Blijf hem liften. En vier. En drie. En twee. Laatste. En dan stuur weer bij je vandaan. Hou je armen in een mooie lijn bij je vandaan. Gaan we de meest gemene kleine rondjes. Eerst een beetje naar de camera. Mooi, dan moet je voor dat been hoeft niet hoog als het niet goed voelt, hè? En dan draaien we een beetje bij die camera vandaan naar achter. Dus je wiel gaat een beetje meer richting de deur. Of je been alvast wil ontsnappen. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. En vanuit statisch breng je je rechterarm weer even omhoog. Buig je rechterknie. Breng hem iets meer naar je borst. Buig je rechter elleboog naar je knie. En verleng weer langs bij je vandaan. En dan blijf je nog steeds mooi voor je uitkijken. Dus je kijkt niet naar je rechterknie en naar je elleboog. Je trekt je knie ook niet meer naar je borst. Je zoekt hem nog steeds vanuit de lengte. Nog vier. En dan blijf je nog steeds zacht in die linkerschouder.
De grond nog steeds en ik was nog steeds echt wel aan het doortellen. Laatste stapje. Rechtervoet bij je vandaan. Land in je schort. Kantel het bekken. Verleng. Hoe mooi laag. Hielen mooi in lijn met je knie. Mooi zacht in die schouders. Eerst weer terug in die bounce. En dan gaan we daarin wat heel liften. Mooi. Blijf het gewicht mooi in het midden houden. Hou die core goed actief. Stuur je kruin nog steeds mooi op. Blijf mooi zacht in die schouders. En vanuit die bounce breng je de beweging in het midden rustig tot stilstand. En dan lift je rechterhiel zonder dat je meehangt naar die linkerkant. En laat die rechterhiel rustig landen en lift die linkerhiel. Blijf nog steeds die schouders in je heupen mooi bij lijn houden. Linkerhiel gaat weer rustig terug. Lift opnieuw rechts. Terug in je bounce. Rechterhiel blijft hoog. Niet openend in die heup. Heupen als een blokje nog steeds naar beneden. Rechterhiel gaat rustig terug in de grond en dan wissel je door naar de andere kant. Naar de top van je linkerteen of de bal van je linkervoet. Core blijft goed actief. Terug in die bounce, naar beneden. Blijf mooi laag. Mooi. Nog vier, nog drie, nog twee. En dan eindigen we weer terug in die squat bij de hielen rustig in de grond. En dan gaan we weer afronden in die lunge naar de spiegel. Dus je linkerhand alvast weer op de bar. En dan zwaai je met een grote zwaai. Rechterhand eroverheen, rechterknie naar beneden, rechterhiel op. En open weer terug in je squat. Grote zwaai over je hoofd heen. Dus de beweging naar de spiegel toe is net zo groot als dat je hem opent terug in je squat. Mooi, hou die rechterhiel mooi gelift. Maak de beweging groot. Land mooi in het midden. Hou die core goed actief. Blijf mooi over je heen draaien. En weer terug opnieuw afronden richting die spiegel. Linkertenen blijven wijzen naar de spiegel toe. Mooi. Nog vier. Nog drie. Nog twee. Zijn we er bijna. En de laatste. Ronden we af richting die lunge. Daar ging je meteen over in actief. Dus linkervoet goed gegrond. Rechterknie ging mee omhoog. En dan kort wegstappen naar achter. Land in het midden. Lift op, kort achter. Lift op, kort achter. Lift op, kort achter. Stap actief door. Blijf in- en uitademen. Ook al wordt hij zwaarder, ook al heb je het warm. Blijf goed in- en uitademen. In door je neus, uit door je mond. Als je een beetje van je energie kwijt wil. En vier. Mooi. En drie. En twee. Laatste. Eindig die rechterknie weer hoog. En lift hem weer op. Gooi maar langs. Laat linkerknie niet op slot. Lift hem op. Blijf mooi zacht in die schouders. Niet naar achter hangend. Geen ronde rug. Kantel nog steeds iets in het bekken. Groei nog steeds mooi lang. Nog vier. En drie. En twee. Laatste. En dan eindig je terug met je rechterhand in de buurt van je knie. Linkerhand blijft op de bar. Of je haakt je vingers ineen om je rechterknie. Draait een rondje met je rechtervoet. Nog steeds lang groeiend. En dan laat je je rechtervoet rustig landen. En dan wisselen we even door. Standbeen. Dus linker enkel, rechter knie. Heup als een blokje mooi naar beneden. Zacht in je schouders. Iets lager naar beneden als dat goed voelt. Goed grondend. In die rechtervoet. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Keer naar je borst. Helemaal door omhoog. Kom rustig staan. Zijn we er bijna? Rol het even uit. Nog vier. Heel goed. Nog drie. En de laatste. Breng je beide hielen rustig tot stilstand. Rol langzaam naar je tenen. En is dat straks geen optie, dan kun je altijd je hielen weer terug laten landen. Rechterbeen wordt weer je standbeen. Lift je linkerknie. Linkerhand gaat misschien naar de aanrichting bij je heup. En dan zwaai je je linkerknie achter je rechterpols. Open naar links. En dan blijft dat rechterstandbeen eerst nog even mooi stil. Iets meer grondend naar de bal van je voet. Helemaal met je voet in de grond is natuurlijk ook goed. Iets lager bewegen met je knie als je wat last hebt rond dat heupgebied. En voelt het dan goed, dan breng je een bounce aan in dat rechterbeen. Je blijft mooi openen, zijwaarts. Stuur je kruin nog steeds mooi op. Hou die core actief. Stuur de beweging vanuit die heup aan, vanuit die core. Zachte bounce. Rechterknie naar de spiegel, blijf mooi openen. Vier. En drie. En twee. En de laatste. En dan stap je je hele linkervoet achter rechts. Draai je rechtertenen nog een klein beetje meer naar de spiegel. Heupen en schouders blijven mooi in één lijn. Stuur je kruin mooi op.
Bounce mooi laag in het midden. Lift linkerknie mooi zijwaarts op. Stap kort weg naar achter. Lift op. Stap kort weg naar achter. Lift op. En dan komt die beweging uit dat rechterbeen, uit die core. Die creëert ruimte voor links om te liften. Terug. 4. En 3. En 2. Laatste. En dan hou je die linkerknie nog even hoog. Alleen maar liftend bij je vandaan. Voelt dat niet goed in je knie of bij je enkel, dan draai je rechtervoet iets meer terug naar de spiegel. En je knie links iets meer terug met je heup ook naar de spiegel. 4. 3. 2. En de laatste. En beide voeten even naast elkaar. Rol er even uit. Nog steeds zacht in je schouders. Kruin nog steeds op. Gaan we rustig door naar die andere kant. En voelt het aan deze kant anders, heftiger, zwaarder? Of heb je een ander gevoel in je heup? Dan grond je weer iets meer in je voet. Vanuit hier neem je eerst weer die rechterknie mooi op. Optie is dus om te rollen. En ik doe hem even voor met een voet mooi gegrond. Rechterhand naar je heup. En dan gaat die rechterknie eerst weer achter die linkerpols aan. En dan open je hem weer zijwaarts. En dan blijf je, ondanks dat je misschien goed grond in die linkervoet, wel zacht in die linkerknie. Mooi. Optie is dus de gronding in die linkervoet. Of misschien rol je wel naar die teen. En dan blijft dat linkerbeen nog even stil. Dus de beweging komt echt vanuit die heup. Wel zacht gebogen, schouders mooi zacht, ontspannen in je armen. Draai mooi op. 4. En 3. En 2. Laatste. Bounce mee als het goed voelt. Een soort van hups. En niet te veel hupsend en draaiend. De beweging komt nog steeds uit die core. En nu uit het linkerbeen. En beweging naar rechts. En 4. En 3. En 2. En de laatste. Stap je rechtervoet rustig achter links. En dan laat je linker tenen naar de spiegel wijzen. En dan heupen schouders weer als een blokje naar de spiegel. Land in het midden. Knieën wijzen zijwaarts uit. Lift rechterbeen zijwaarts. Kort achter. Lift op. Kort achter. Lift op. Blijf mooi gelijk in die heup. Dus terwijl je zijwaarts rechterknie uitneemt. Ga je niet helemaal hangen naar die linkerkant, waardoor dan dat rechterbeen hoger komt. Blijf mooi actief verlengen door die linkerkant. Mooi. En 4. En 3. En 2. Laatste. Hou je rechterknie mooi hoog. Kleine bewegingen omhoog. Alleen als het goed voelt, anders gaat het been iets lager. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. En dan langzaam sluit weer helemaal door naar voren en rol er even uit. En dan gaan we even uitshaken in die benen. Rechterbeen, standbeen. En zwaai even uit met links. Knie misschien naar de spiegel. Misschien open je iets mee. Misschien kijk je iets mee. Als dat goed voelt. En anders haal je hem iets kleiner. En dan gaat langzaam aan dat linkerbeen in de grond. En dan zwaai je even uit met rechts. Blijf mooi gronden in links. Lift rechterknie iets of juist niet. Kik hem wat verder bij je vandaan omhoog. Of hou hem iets kleiner. En laatste 4. En 3. En 2. En de laatste. Beide voeten rustig naast elkaar. En dan neem je je linkerwiel even naar je bil. En dan kantelt het bekken weer iets onder je. Zodat je geen holle rug maakt terwijl je je hiel naar je bil brengt. En dan wissel je langzaam door. Je linkervoet gaat in de grond. Je rechterhiel even naar je wil. Blijf nog steeds actief gronden vanuit die linkervoet. Zonder dat je knie op slot slaat. Groei nog steeds mooi lang. En 4. En 3. En 2. Laatste. Beide voeten weer langzaam terug. Handen blijven mooi smal op de bar. Helemaal door naar achter. Voeten mooi in lijn met je heup. Hoofd laat je niet helemaal hangen. Rek even uit, lengte over de wervels, in je rug en je nek, over je flanken, over je armen. Handen ontspannen op de bar, knieën nog steeds van het slot. Adem rustig in door je neus. Geef het weg met een zucht door je mond. Adem in door je neus. Geef het weg met een zucht. Laatste keer inademend. En uitademend laat je even alles los. En dan rol je op een volgende inademing naar je tenen, buig je benen, keer naar je borst. En neem je jezelf helemaal door omhoog naar de spiegel. En dan stap je rustig naar de spiegel toe. Rol je er even uit. En dan draai je langzaam met je rechterheup je rug naar de spiegel. Helemaal door naar de andere kant.
En dan wil ik zeggen, dank jullie wel. Graag gedaan.